Wij zijn van oorsprong een dorpshuis, dus alle activiteiten van verenigingen die worden in de Duinpan gedaan. En dat ligt allemaal op één oor, dus dat is heel jammer en al zo lang. Ja, daar worden we nu wel mee geconfronteerd, want volgens het horecabesluit moet je dicht. En als ik geen horecavergunning had gehad, dan had ik waarschijnlijk meer mogen doen voor die verenigingen. En dat is nu wel een dilemma, want het kan nu niet. Er zit een horecabestemming op en dan moet alles dicht. Ik heb de vraag inderdaad een paar weken geleden via de mail gesteld van wat zijn wij nu? Zijn wij een dorpshuis met een horecafunctie of zijn we echt een horecabedrijf? Nee, daar heb ik tot op heden nog niets van vernomen. Nee. Naast ons hebben we een chalet van Stichting Jeugdwerk, waar bijvoorbeeld Stichting Reuring elke maandag zit. En aan mij wordt gevraagd waarom kan er bij jou dat niet en daar wel. En ja, dat zit hem in dat vergunningen gebeuren, dat horeca gebeuren. Dus het is een beetje vreemd uit te leggen, terwijl bij ons de luchtverversing en al die eisen die het RIVM heeft gesteld aan gebouwen prima voldoet, is het wel vreemd dat je dan toch nee moet verkopen. Daar houden we ons aan, netjes, zo hoort dat. Ik ben wel voorstander van, ja, in één keer een hele poos niks, want elke keer een beetje wel en een beetje niet, dat geeft heel veel misverstanden en daar schieten we ook eigenlijk niks mee op. Na het gesprek van Rutte hebben wij besloten om dicht te gaan tot 23 november en dan hopen wij weer de deur te openen. Jullie hebben zo'n 200 gasten in de drie kernen van Noordwijk. Hoe hebben jullie die geïnformeerd dat het even voorlopig niet meer mag? Via Bo, via allerlei social media, de krant. En we bellen mensen op, want we hebben van dus 200 mensen, ruim 200 mensen, de telefoonnummers. En ik heb al heel veel appjes gekregen, dus ze zijn op de hoogte en waarschijnlijk staat er ook iemand op de locatie om mensen op te vangen en het verhaal te vertellen. We zijn niet dicht, want we gaan wel door met Reuring op de stoep. We gaan langs de mensen, de boodschappenservice fietst, de tuintjes worden opgeknapt. Dan moeten we mensen nu heel snel gaan uitnodigen wie wanneer dan kan komen en wie wel en wie niet. Dat is voor nu even te ingewikkeld. Veiligheid boven alles, twee weken dicht.